Het Rotterdamse familiebedrijf Van der Vorm Vastgoed verhuurt woningen, kantoorruimtes en winkelruimtes waarbij zij één centraal doel hebben: een tevreden huurder. In de huidige vastgoedmarkt stijgen de prijzen van vastgoed sterk. Dat wordt veroorzaakt, geholpen door de lage rente in de markt. Dat is heel mooi, want ja, ook wij profiteren daarvan. Maar het heeft ook nadelen. Het lijkt wel alleen maar te gaan om de waarde van het vastgoed. Terwijl de mensen die daar in wonen of in werken of in winkelen, die horen centraal te staan. Mijn naam is Sico van Ammers. Ik ben algemeen directeur van Van der Vorm Vastgoedgroep. Wij zijn een Rotterdams vastgoedbedrijf. We hebben winkelcentra, woningen en hotels. Wij werken graag op z'n Rotterdams. Asset management op z'n Rotterdams hebben we dat genoemd. Dat betekent korte lijnen en een open relatie met de huurder. Wij praten graag mee met de huurder, zodat we oppikken wat binnen het gebouw leeft. En daarmee proberen we de service van onze beheerders en van onszelf proberen we te verbeteren. Wij proberen ook in de winkelcentra en in de woongebouwen proberen we de voorzieningen te brengen die voor de huurders belangrijk zijn. Wij hebben bijvoorbeeld een project in Den Haag, Harvest, waar we een moestuin in het gebouw of in het complex hebben georganiseerd. En dat is een mogelijkheid voor mensen om samen te komen, om eens even met de buurman te praten. En dan woon je niet alleen in een gebouw, maar je hebt er ook een thuis. Ik ben Margreet van der Vorm. Ik ben aandeelhoudster van Van der Vorm Vastgoedgroep en ik ben directeur internationale beleggingen. Omdat wij vroegtijdig al naar buitenland gingen, kwamen we daar een woonbeleving tegen die in Nederland eigenlijk nog niet bestond. De huurders bijvoorbeeld, die huurden in Parijs, die wilden een woning hebben die totaal afgewerkt was. Dus mooie keukens, mooi parket, mooie badkamers. In Nederland, als mensen gingen huren, wilden ze zelf nog klussen in een appartement. Dus dat verschil was heel erg groot. Bijna 8-9 jaar geleden zijn we daarmee begonnen om ook aan onze woningen dus mooie badkamers, mooie keukens, laminaat of parket toe te voegen. En het leuke eigenlijk is dat je nu ziet dat de Nederlandse markt ook veranderd is. Vroeger huurden mensen 12 jaar, nu huren mensen misschien 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar. Maar als ze huren, willen ze ook het totaalbeeld hebben. Ze willen de luxe hebben die ze normaal gezien ook vinden in een koopappartement. Daar proberen wij op in te spelen om te voldoen aan de eisen van onze huurders.